Kennen we de Ford Puma uit 1997 nog? 17 jaar na het verdwijnen van die auto brengt Ford de modelnaam Puma terug. En opnieuw plakken ze hem op een auto die gebaseerd is op de Fiesta. Maar een groot verschil, het is nu geen coupé, maar een compacte crossover. Ja, compacte crossovers zijn natuurlijk ontzettend populair, maar dan horen we je denken, Ford heeft toch al de EcoSport in dat segment. Dat klopt en deze auto die vervangt ook helemaal niet de EcoSport die er al even is. Deze vult het gamma aan. Zeg maar. Ford ziet de EcoSport als een compacte SUV-achtige. En de Puma is dan meer de crossover, dus de wat hippe, de meer op lifestyle gerichte auto van het stel. Het eerste dat natuurlijk opvalt als je hem ziet, en dat zie je vooral aan de voorkant, is dat hij heeft helemaal niet zo'n agressieve of zo'n boze snuit zoals heel veel van die auto's tegenwoordig hebben. En ze moeten allemaal een beetje stoer en cool de wereld in kijken. Nou, hij is een beetje aaibaar, heeft vrij grote bolle koplampen. Trouwens, de indeling van die lampen, dat kan je wel een beetje zien. Ligt ook aan de hoek waar je staat. Maar die zijn een beetje geïnspireerd of lijken op die van de GT. Dus dat is ook niet de minste van de Ford-familie. Maar het geheel is, ja, het is wat bol, het is wat blij. Die lampen zitten vrij hoog, dus dat geeft hem toch wel een beetje zo'n stoere houding. Maar het is geen agressieve neus, dus dat geeft hem wel eigenlijk een uniek imago. Ook wel een leuk detail is dit zwarte streepje. Normaal zit er zo'n zwart stuk, zit bij de C-stijl, dan krijg je zo'n zwevend dakprincipe. Hier hebben ze hem bij de A-stijl geplaatst. Let trouwens niet op de afwerking, want het is nog pre-productie. Maar Ford zegt dat verlengt de motorkap. Dus ondanks dat de neus niet heel lang is, lijkt hij daardoor toch wat langer en daardoor wat dynamischer. Kijken we opzij. Dan zien we natuurlijk die lijn die we wel vaker nu ook zien op de Fiesta en de Focus. Dus wat dat betreft is die wel heel erg herkenbaar. Ford plakt de naam Puma natuurlijk niet voor niks op deze nieuwkomer. Dus dat betekent ook dat dynamiek, net als bij dat coupeetje, en sportiviteit toch wel belangrijk zijn. Dat betekent niet dat dit de opvolger is van de Puma, maar er zitten toch wat genen in van die auto. Dat zie je onder andere aan die bollingen. Dus hij staat al vrij stevig op zijn wielen. Het is een beetje een sportief ding om te zien. Maar toch, ook net als aan de voorkant, is het allemaal vrij aaibaar. Ook, het heeft zo'n blije ronde bibs. Achterlichten die lijken trouwens een beetje op die van de Renault Clio, maar zijn toch helemaal zelf. Ik bedoel, dit kennen we wel, dus de manier waarop dat is ingevuld. Maar het zijn hele grote units die zo net als de koplampen eigenlijk op de hoek de auto rondgaan. Dus dat geeft hem een beetje een bolle uitstraling. Hierboven aan de klep een vrij grote achterspoiler en dat komt omdat dit de ST-Line is. Dus dat is de sportiever aangeklede versie van het stel. Je hebt ook een titanium, dat kennen we wel. Die heeft meer chroom, een chrome grill, chrome details. En details zijn bij deze auto zwart, dus ook de grill. Dat zagen we al net aan de voorkant. Maar het zijn niet alleen de uiterlijke dingen, ook van binnen zie je wel verschil tussen een ST-Line of een titanium. Zoals je kan verwachten zijn ook hier veel overeenkomsten met de Fiesta. Dat betekent dat je dus zo'n dashboard hebt met zo'n losstaand scherm. Het ziet er allemaal heel herkenbaar uit, dus dat hoewel die auto dus van buiten vrij nieuw is, helemaal nieuw voor Ford, is dat van binnen minder het geval. Zoals ik al zei, heb je veel verschillen tussen de ST-Line en de Titanium. Wij zitten nu in de ST-Line, de Titanium staat hier niet. Maar verschillen zijn bijvoorbeeld dat de ST-Line zogenaamd sportiever is aangekleed. Dat betekent dat je dus hier op het dashboard van die carbonachtige stripjes hebt. Rode stiksels op de stoelen, rode stiksels hier op het deurpaneel. Een stuurwiel dat aan de onderkant afgeplat is. En dan nog een leuk ST-Line specifiek stukje uitrusting is het digitale scherm hier achterin. Als dat opstart dan zie je een Puma, dus dat een beetje nostalgisch verantwoord natuurlijk. Dan nog een leuk geintje dat optioneel is, of dus een standaard is voor het Titanium X uitrustingniveau. En dat zijn stoelen met ritsbare of verritsbare covers. Dus je kan het heel deel van de stoelhoes kan je eraf ritsen. Kan je wassen, dus dat is makkelijk als het vies wordt. Je kan er bijvoorbeeld een kleurtje opzetten. Je kan als je wil na een tijdje een leren stoelhoes doen. Dus dat zorgt wel voor wat variatie. Verder gaat Ford er prat op dat die auto heel ruim is. Onder andere dankzij die langere wielbasis. Dat geldt met name voor de bagageruimte. Daar komen we zo op terug. Maar we gaan eerst even kijken hoe het hier achter mij is. Nou, welkom bij het verplichte rondje achterin zitten. Ik zeg het al vaker, ik ben niet de langste. Ik ben net geen 1,80 meter.
En ik zit er achterin, nou, ik moet eerlijk zeggen, hoofdruimte houdt niet erg over. Maar daar komt bij dat deze auto heeft een optioneel panoramadak. Dus dat slurpt altijd wat hoofdruimte op. Beenruimte lijkt, dat tenminste voor mij, oké. Dus die stoel leuk, een beetje hol, dus daar kan je je knieën een beetje instoppen. Je hebt geen verschuifbare achterbank. Dat is een bewuste keuze. Ford heeft gezegd, dat doen we niet. Daar investeren we geen geld in zo'n complex systeem. Omdat Ford vindt dat dat ja, weinig toevoegt. Dus je kan die achterbank zou je dan naar voren kunnen zetten, zodat je meer bagageruimte hebt. Maar dat heeft als gevolg dat je dus met je knieën echt tegen de stoelen aan zit. Dus dat, ja, dat vonden ze niet zo efficiënt. Maar desondanks is de bagageruimte dik in orde. Ford heeft de Puma wat unieke features gegeven. En een daarvan ben ik net van binnen vergeten te melden. En dat is dat hij leverbaar is met massagestoelen. Nou, dat is in dit segment iets dat we eigenlijk nooit zien. En nog zo'n leuke feature is dit. Je maakt een paar keer een schopbeweging onder de achterklep. Nou doet hij het wel. En dan gaat het open. Dus handig als je met al je spullen in je handen naar binnen wil. Gaat helemaal goed. Maar met die bagageruimte die achter de klep zit, is ook wel iets bijzonders aan de hand. Als je het zo ziet, denk je, maar dat houdt niet heel erg over. De bodem zit hier, maar let op. Ik weet niet of je het kan zien, maar hier beneden zit een box met een inhoud van 80 liter. En samen met dat grote gat maakt dat de gehele bagageruimte 456 liter groot. En dat is in dit segment ongekend veel. Er zit wat variabelen bij, dus als je de Puma met mild hybrid techniek bestelt, dan is deze bak iets minder groot, want er zit natuurlijk een accupakketje bij. Maar die bak die is gemaakt van plastic. En dat is makkelijk schoon te maken en je kan zelfs gewoon de tuinslang erop zetten. Want er zit een plug in. Je kan een plug eruit trekken en dan loopt het water er allemaal in weg. Dus hier kan je al je smerige zooi in kwijt, je skischoenen, je weet ik veel wat, allemaal wat vies kan worden. Zonder dat dus dat je bang hoeft te zijn dat de rest van de auto smerig wordt. Ja, die laadvloer is in verschillende standen te zetten, wat ook handig is, zoals je net al zag. Je hoeft hem niet op te bergen, hij blijft gewoon staan. Wie de Fiesta een beetje kent, weet dat die auto al heel goed rijdt. En dat geldt ook voor vorige generaties Fiesta. En deze Puma die deelt dus zijn basis met die auto. En dat betekent ook dat Ford heeft ingezet om deze auto zo sportief mogelijk en zo dynamisch mogelijk te laten rijden. Maar goed, het is een crossover, dus het zwaartepunt ligt hoger. En om dat te compenseren is de spoorbreedte met 5 centimeter verbreed ten opzichte van de Fiesta. En die benadert erbij die van de Focus, echt een grotere auto. En de wielbasis is met 9 centimeter verlengd. En dat zorgt natuurlijk ook voor extra interieurruimte, maar dat compenseert ook weer voor dat hogere zwaartepunt. Natuurlijk is het niet alleen interessant dat Ford de modelnaam Puma terugbrengt voor een compleet nieuwe auto. Ook de motoren die Ford in de auto hangt zijn best wel interessant te noemen. Eerder dit jaar zeiden ze al dat de Fiesta en de Focus beschikbaar zouden komen met mild hybrid techniek. En dat geldt dus ook voor deze Puma. Op de internationale motorenlijst, want ja, het is nog niet helemaal zeker welke versies wel of niet naar Nederland komen. Maar er staan onder andere een 95 pk sterke 1 liter 3 cilinder. Daarboven een 125 pk sterke versie daarvan. En dan nog een versie, ook met 125 pk, maar met dus mild hybrid techniek. Die variant heeft dus een startergenerator aan boord. Die wekt energie op die vrijkomt tijdens het remmen of tijdens het uitrollen. En die energie kan dus de motor ontlasten of ondersteunen. Dus dan krijg je een boost in het laatste geval. Die mild hybrid motor is er ook met 155 pk, dus dat is zeg maar de sportieve variant. Die zijn allemaal gekoppeld aan een handgeschakelde zespak. Maar vanaf volgend jaar is er ook een variant met een DCT-transmissie, dus een automaat met dubbele koppeling en 7 verzetten. Wat er ook volgend jaar bij komt is een 1.5 diesel die 120 pk levert. Maar ook daarvan zegt Ford nog, we weten niet of die wel naar Nederland komt, maar toch even leuk om hem te noemen. Net als de EcoSport wordt de Puma straks gebouwd in Roemenië, in Craiova. Nogmaals, hij vervangt de EcoSport dus niet. Dus ook in Roemenië komt hij netjes naast de EcoSport te staan. Later dit jaar gaat hij in de verkoop en wat hij gaat kosten, dat wordt tegen die tijd duidelijk.